Kijk, Frankie, wat zit er voor dan? Wat zit er voor? Dat is mijn mening, daarvoor zei je ook iets. Dat is exact wat ik op dat moment deed. Ik zei, ik ga er weer snel uit wegrijden. Ja. Dat deed ze toen echt op dat moment. Ik heb ze niet.
daar heb ik een heel hoge dank voor. Hé? Ga maar op. De lijst gaan we nou niet. Legendarische pas. Ja, dat daarop. Tering. Ja, die kan zo slecht hebben. Een stuk met een bocht, maar kijk, heeft hij hier DRS? Zag je hoe het net langs hem vloog? Kijk dan, waar is James de DRS dan? Het een stuk makkelijker gaan. Dan moet hij echt heel hard sturen en hij kan er zo zijn. Dan krijgt hij nooit meer verder omhoog.
Ja, ik heb het, James. Ik weet het niet. Ik heb het nou bij James gehad, denk ik. Ik ga niet voorheen stoppen. James en ik wel.
Wat? Ja, spreek maar. Geef een sjaal. Ik ben hier wel de poezen bij de jongen. Dus straks achter mij allemaal de baan gevallen. Wat bedoel je? Leuk. Nou, misschien dat ik even net voor kan blijven, maar neutraal weer niet. Ik verlies nu ongeveer een paar tienden per ronde. Maar jammer gaat ze allemaal nog een keer stoppen. En ik heb het wel gezien in de pit.
deurpit. Ik heb hem nog zit achter mij uit. Je bent deze man bij jou. Ja, klopt. Dan ben ik er wel uit. Klopt, zometeen heet ik dat niet. Dat we eerst 20 handen heeft moeten rijden. Dat hij er is. Wat de fuck? Ik zie nu wel weer wit fout. Ja? En terecht. Ja, nu zie ik wel weer wit. Kev rijdt nu de pruims, dat weet ik bijna zeker. En Jeff heeft toch wel opties. Thank you.
Kev, if you want to pass, make it quick. I've got someone else to beat. Oh, that's fun to it. Oh, it would take us up there. Says one just. Iets groter dan 0.0001. Mercedes, die helpen elkaar. Hoe zit er nu met het goud? Dit gaan we toch oppakken. Dus toch die red options. Of verse options, die red versleten bruins.
pakken. En dan doen we af. One mistake, James, and first mine. Still got another sector to go, James. Fuck off, James, for fuck's sake.